Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken. Voor vanavond heb ik een handpainting design voor jullie voorbereid. En ik combineer het met de chroompigmentjes en natuurlijk een sugar. Dus kijk maar snel mee. Ik heb de nagel alvast gelakt met twee laagjes van de kleur Mont Blanc Blue. Heb ik uitgehard, matte topgel erover. Ook weer 1,5 minuut uitgehard en gebufft. En nu ga ik schilderen. Daarvoor gebruik ik Pepijn's Choice en de liner gel. En bij deze alleen de liner gel, niet de mix. Omdat ik er straks chroom in ga poetsen, heb ik het idee dat het dan beter werkt met de liner gel op zichzelf. Dus mijn basislijn staat. Nu leg ik Pepijn's Choice aan de kant. En pak ik het Jessica's Choice penseel. En dan ga ik blaadjes maken. Het is nu wel belangrijk dat je wel dekkend werkt, maar niet te dik werkt. Dus hoe ik het vaak doe bij deze blaadjes, ik pak een beetje product op. Ik zet een druppeltje neer. En vanuit dat druppeltje ga ik het blaadje maken. Op deze manier. En dat ga ik helemaal doen langs deze kant en ook aan de andere kant van de nagel. Alle blaadjes staan en ik heb hem even 10 seconden in de lamp gedaan. Want ik ga nu de koper erop aanbrengen. En doordat je hem 10 seconden vastzet, heeft hij genoeg houvast om de koper vast te houden. Loopt hij niet weg als je erop gaat duwen. Maar kun je dus wel heel leuk met pigmentjes gaan spelen. Ik zorg dat eerst overal alles bedekt is. En dan ga ik het overtollige eraf vegen. Daar gebruik ik de fluffy brush voor. De chroom is inmiddels weer uit de lamp. En nu ga ik het aflakken met een topcoat. En dat ga ik zwevend aanbrengen om zo min mogelijk pigmentjes mee te trekken over mijn hele nagel heen. Dus echt wel royaal je topcoat pakken. En er overheen zweven. De topgel is uitgehard. En nu ga ik nog een laatste stap maken. En daarvoor gebruik ik een beetje Supreme en de Starburst glitters. Een beetje lastig te zien omdat het glans op glans is, maar ik ga her en der een druppeltje Supreme aanbrengen bovenop een blaadje. En dan doe ik ook een beetje om en om, dus één blaadje krijgt straks het sugar effect en de andere heeft dan weer puur het chrome effect. Oh, goed. Het nageltje is klaar, dus dit is het eindresultaat. En hoeveel gesugerd je wil hebben of hoeveel chroom je wil hebben, is helemaal naar jezelf. Ik heb het een beetje 50-50 gehouden. Maar ja, dat kun je dus ook weer heel leuk weer terug laten komen in de set. Want dit is ook de Starburst. Hopelijk vond je dit een leuk design en tot de volgende keer.